wat is nou echt belangrijk op deze pagina? Wat wil je hier vertellen? Waar komen mensen voor? En dan zijn die dingen, dan merk je ook vanzelf van, nou, dit is eigenlijk niet belangrijk, want het leidt af. Ja. En kijk naar de klassieke voorbeelden van de Next Web website, zoals die nou voor een tijdje geleden was. Had je zo'n klein pieterpeuterig verhaaltje en alles daaromheen was zelfpromotie, menus en wat hebben we gisteren gedaan en wat heeft vandaag iemand getweet. En maar dat ging, maar die websites gingen ook helemaal niet over content. Dat ging erover om mensen zoveel, zo lang mogelijk op een site te houden. Ja, maar er waren dus ook geen, heel veel van die sites hadden ook geen links naar buiten. Dan zag je bijvoorbeeld een link naar zo bijvoorbeeld, stel ze schrijven iets over de Wasstraat, dan zou daar de Wasstraat staan en dan denk je, dat linkt naar de Wasstraat. Ja, nee, dat linkt naar de tag cloud van zichzelf met alles over de Wasstraat. Jonge. Ja, dat is fantastisch. Zo anti-informatief. Ja, nou ja, goed. Maar mensen merken ook, ze merken ook dat mensen dat niet handig vinden of niet prettig vinden. Ik vraag me af of door het weghalen van waarde of echt bepaalde dingen helemaal de strot in te duwen van gebruikers. Het werkt wel, maar misschien dat het, hopelijk neemt het af. Ja, maar het werkt het verkeerde. Mensen meten bijvoorbeeld hoe goed de banners het doen. Ja, niet maar daar gaat het er ook om. Hoe goed een website het doet. Ja, nou ja, goed, dat is dan. Dus het gaat om geld verdienen. Ja, ik, in alle eerlijkheid, ik heb steeds meer de neiging dat de websites die echt over het product gaan, dus over dus bijvoorbeeld Matter. He, dus die, dat is een website die artikelen schrijft en dat wordt gesponsord en daar hebben ze focus op. En niets anders dan dat. En dat is zo heerlijk, schoon gevoel krijg je daarvan. Ja, is ook en, zo. En echt als je naar nu.nl gaat of naar de Next maar dat is, of ik had er, blogs, ik, het is gewoon ranzig. Ik had een discussie over, nou, over zo iets vergelijkbaars. Op Yammer, dat is een soort Twitter voor bedrijven. Het is verschrikkelijk om daarop te discussiëren. Dat is echt heel slecht. Ja. Twitter is ook niet geschikt, maar Yammer is helemaal erg. En dat ging over rich experiences. Oh, ja. En want wat me altijd opvalt is dat we willen vaak visueel fantastische dingen maken. Ja. Om de een of andere reden. En ik denk juist altijd, nee, als het nodig is, maar over het algemeen, als je gewoon goede content hebt, dan moet je, de vormgeving is dienend aan de content. Die moet gewoon zorgen dat die content goed beter naar voren komt dan als je het niet vormgeeft. Ja. Dat is het doel van design. Tenzij, daar kwam ik eigenlijk, dat concludeerde ik naar die discussie, tenzij je geen content hebt. Zoals bijvoorbeeld iets als Coca-Cola, die verkoopt alleen maar een vies drankje. Dat is verder niks. En dat is natuurlijk niet spannend te maken. Er vallen geen miljarden mee te verdienen als je alleen maar. Dus die moet daar iets heel erg spannends omheen creëren. Dus dat krijg je allemaal van. Maar dat is dan, want ik voor je verhaal vond ik, dit is wat ik eruit haalde. Ja. Je zei zo van, waarom worden te pas en te onpas bepaalde dingen ingezet om content te verrijken tussen aanhalingstekens. Ja. En dus dat, alsof het op een stoeltje wordt gezet. En kijk, hier is onze, het is fantastisch. En lichtshows en vuurpotten precies. En weet ik voor wat. Maar gaat het om de lichtshows en gaat het niet meer om de content. Ja, precies. Ja, en dat werkt dus als je slechte content hebt. Nou ja, dan kan je door die lichtshow, wordt het ineens super interessant. Ja, precies. Ja. Want dat is Coca-Cola is geen goed product. Dat is niks. Dat stelt niks voor. Nee, het is waar. Dat wordt bijzonder gemaakt door die hele show eromheen. Ja, maar daar wil ik bijvoorbeeld Red Bull, dat is dezelfde soort ding. Maar daar, ik weet niet, daar geven ze een knipoog aan of iets dergelijks. En het is toch hetzelfde, het is een hartstikke vies drankje. Ja, nee. Maar het is slechte content. Nee, maar mijn punt is, zeg maar, zij weten zo'n draai aan te geven dat hetgeen wat zij ernaast zetten, dat dat waarde heeft. Ik heb altijd, dat tof is. Eigenlijk wat het op neerkomt. Die luchtshows je, en die ja, dat is tof. Maar dat is tof. Maar de, ja, maar dat is wat ik zeg. Zeg maar, dus die rich experience die ze eromheen maken, als die waarde op zich toevoegt, dan is het oké. En dan, okay, dus dan is dat misschien hetgeen. Eigenlijk moeten we bij Red Bull moeten we het andersom zien. Daar is
het vieze frisdrankje. Dat is bijkomstigheid. Dat zorgt ervoor dat we die toffe filmpjes kunnen zien. Ja, exact. Ja, een soort van extreme reversed bij de sponsoring of zo. Dus de frisdrank zijn de banners die ervoor zorgen dat er kwaliteitscontent gemaakt kan worden. Exact. Dus het is andersom daar. Ja. Dat is wel grappig. Ja, en het mooie vind ik... Maar ik denk altijd, als je dus dit soort super fancy shit hebt om een lullig kutproductje heen, dan moet je heel erg sceptisch gaan zijn over dat productje. Ja. Maar dan is daar waarschijnlijk gewoon iets mis mee. Maar stel je voor dat je dat nou, want dat was daar dacht ik dus ook over van, nou, stel je voor dat je wel serieus echt mannen content hebt of vrouwen content en dat je daar die trucjes op loslaat. En ik denk dat het mag, als het maar een doel heeft. Hè? Dus dat het maar inderdaad ook echt het totaalpakketje ook beter maakt. Dus dat een video, zoals bijvoorbeeld New York Times deed bij hun artikel, dat die ook dat die het verhaal completer of groter of breder maakt. En dan denk ik van, dat is oké. Ja. Maar, jawel, en dat maar is wat we heel vaak maar doen. Maar dat is wel inderdaad onderdeel van de content dan. Dat is geen... Ja, precies, ja. Maar het is nog steeds hetzelfde rappertje, namelijk een video erbij. Terwijl er een heleboel mensen zeggen van, ik heb een artikel, het heeft nog wat nodig, we doen er een video bij. En dan heeft het, dan is het gewoon kruft. Dan is het rijke media om de rijke media te doen. Ja. En dat is ook wat, ja, wat ik vaak probeer te, wat ik in elk geval vraag. Dan zeggen mensen, ja, we willen een filmpje maken. Ja, waarom? Wat ga je ermee doen? Wat voor nut heeft het? Zelfs, ja, ik verdien er geld mee eigenlijk. Maar... Nou ja, natuurlijk. Wat je doet moet toch nut hebben? Tenminste, behoefte heb ik wel. Het moet wel. Purpose is wel... Ja. Ja, het is toch wel fijn inderdaad. Ja. Je zegt van, oh, nee, ik heb een deuk in de realiteit gemaakt. Ja, goed. Is misschien net iets delgegeven. Nee, dat kan. Oh. Ja. Maar om nog heel even terug te komen op...